Ik kom maar even zeggen dat ik een tubbel kom. En ik heb mijn mooie kleed uitschaft. En dat kreeg ik. En dat herdacht, hè? Weet je hoe oud dat kleed is? Dat zag. Ik denk, oeh, mooi kleed. Wat een mooi kleedje, hè? Ja. Weet je wat een groot huurder dat dan is? Die doet in de tas. Die haalt een broek en die kan hem zo weer aan doen. Dat 60 jaar oud is dat. 60 jaar. En ik. Wat zegt hij ermee door? Wat zei je? Ja, waar ben jij dan weg? Wat zei je er al? Toen was hij 10. Ja, ik was nog niet eens geboren. Ja, nou, maar ik heb hem gekregen van een vrouw en is om inmiddels al lang overleden. Oh, kijk eens aan. Die zei, uit in mijn been, dan kreeg hij niet de kleren. Is dat goed? Ja, dat is mooi. Ja, er waren 50 van die dingen, dus ik dacht, nou, dat is zo'n goed. Hey, wat is er van dit? Van de boontijd. Ik ben ooit eens naar een soort expositie geweest in Den Bosch en daar was een tentoonstelling over de jaren 70 en ik vond het geweldig. Ik had zo'n lol daarom. Ik denk, nou, dat vind ik leuk om zelf ook te doen. En eigenlijk werkte ik in het verleden met mensen met dementie en daar ben ik eigenlijk begonnen. Maar ik vind het zelf ook gewoon leuk. Dus het is een combinatie. Voor mensen die dementeren, die vinden het vaak erg leuk om terug te gaan naar vroeger, omdat dat hetgene is wat ze nog herkennen. En ja, om hun daarin te betrekken, dat vind ik gewoon erg leuk om te doen. Je gebruikt veel attributen in je programma. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het is gewoon elke keer weer kijken, wat vindt deze groep leuk of wat vinden de mensen leuk om te zien. En ja, als je iets van vroeger meeneemt, herkennen mensen dat en daar hebben ze vaak wel heel veel plezier om. En iedereen heeft zo zijn eigen herinnering en ik vind interactie wel heel erg leuk. Wat zeggen de mensen na afloop van het programma? Ja, het is ook heel verschillend, maar de meesten vinden het wel erg leuk om weer dingen te gezien te hebben van vroeger. En goh, dat had ik ook nog, of dat vind ik ook leuk. En ja, het is elke keer anders, maar wel leuk. Waar haal je inspiratie uit? Ja, echt de kleinste dingen om me heen en ook wat mensen soms aan mij geven. En ja, ik vind dat gewoon leuk. Ja, dat kan alles zijn, heel veel, heel veel. Dus... Het geeft je heel veel voldoening, zie ik. Ja, echt wel, ja. Ik vind het leuk om te doen. Dankjewel. Graag gedaan. Of kun je dat niet verstaan? Kopsteer en oppassen is meestal het enige wat ogenblik naar een feestje. Klopt dat? Oh, u kan geen trends verstaan. Zal ik het u even in het hooghalen met deze vertellen? Een hoofdpijn en afwassen is wat er meestal overblijft als je een feestje hebt gehad. Ja, wel werk. Ja, precies. Wat is de reden dat u naar dit programma bent gegaan? Nou, ik hou echt van oude dingen van Almelo. Mijn ouders kwamen uit Zaland. Ik versta altijd die woorden niet. U zei net geloof ik ook een woord. Maar wel hier altijd gebleven natuurlijk. Het mooie is dat dit huis mij het gevoel geeft en herinnert aan een klein berichtje dat ik ooit ergens aan de muur zag. Waarin stond, gastvrijheid is niet aan regels gebonden.